Op KV Mechelen heeft er iemand verdriet nog voor de wedstrijd begint. Gelukkig voor dit duiveltje zijn er troostende woorden voorzien, al helpt het zo te zien niet echt. Ook agentdoelman Jorgacevic heeft troost nodig. Hij speelde één helft lang één tegen allen en dat levert hem het respect op van killer Vlemings. Weinig troost voor de jongens van Sint-Truiden, maar ook daar veel verdriet. Een doelman die na het laatste fluitsignaal de bal in de handen krijgt, reageert zijn ontgoocheling haast altijd op deze manier af. En jawel, ook Michel Preud'homme is nog steeds een doelman. Dat blijkt uit dit beeld. Niet onlogisch al die emoties. We naderen de meet. Doelmannen zijn ook maar mensen en beseffen heel erg goed dat het vanaf nu echt om de knikkers gaat. Dat het de top 3 qua penalties dit weekend niet echt meezat, hebben we allemaal kunnen zien. Hier had Anderlecht er eentje moeten krijgen, de fout op Boussoufa. En deze van Dolop Jovanovic leek ons ook zonneklaar, maar werd niet gegeven. Op één camerastandpunt in de herhaling zie je dat Dol wel heel even de bal aanraakt, maar dat praat de voetveeg die volgt toch echt niet goed. Vanuit alle standpunten een duidelijke strafschop. En ook Le Brugge had een penalty kunnen en moeten krijgen voor deze omarming in het strafschopgebied. Hier komen Cercle en Tom van Mol goed weg. Maar de overtreding die club uiteindelijk de zege opleverde, was er dan weer geen. Serebrennikov is iets snediger dan Leko, toch gefloten. En dan beslissen de traptechniek van de Kroaat en het toorinstinct van Sterkelee de match. Moeilijk te verdedigen zo'n vrijschop en bij Jeminal Beerschot hebben ze daar iets op gevonden. Met z'n allen naar voren lopen. Ze doen het ongeveer één keer per match en het blijft een wonder dat nog geen enkel team daarvan geprofiteerd heeft. Geruggesteund door de wait-and-see-regel voor buitenspel. In dit geval stonden vier jongens offside, maar deze Polak niet. Hij had simpel kunnen scoren. Jeminal Beerschot is gewaarschuwd voor de beker van woensdag, want Ariel Jacobs noteert deze keer wel wat alle scouts blijkbaar laten liggen. Over vrijschoppen gesproken, dit is er strikt genomen één. Voor de zekerheid geeft de scheidsrechter aan dat het een onrechtstreekse is. Je weet maar nooit hoe ver Renard kan trappen. In diezelfde match was deze vrijschop wel rechtstreeks. De redding van Olivier Renard is echt schitterend. Echt zweven naar de hoek. Of, andere mogelijkheid, dat doel was simpelweg behekst. Agentdoelman Jorgacevic ontpopte zich in de eerste helft maar liefst 3 keer tot super Bojan. Zelfs onder friendly fire bleef hij overeind. Friendly fire, daar weet Frédéric Dupré alles van. Een hele week ging het over zijn vriendschap met zijn ex-ploegmaats bij Standaard. En de allereerste bal die hij raakt, is deze. Lef hebben noemen ze zoiets. Stel je voor dat daar een Standaardspits tussen zit, dan was Dupré nu publiekelijk aan de schandpaal genageld. Ook dat is voetbal. Ook in die match de speler van Standaard die in bloedvorm zit. Dante Bonfim. Kijk maar eens hoe hij deze tegenaanval van Lokeren afstopt en de counter van Standaard lanceert. Met een bruggetje. En dat de Braziliaan stevig op zijn poten staat, zien we in deze fase. Een duelletje met Golan. Je kan het ook een doodsmak noemen. En zo belanden we bij de booswicht van de week. Ulmers met de zo gevreesde tackle over de bal. Er wordt niet gefloten. De herhaling leert dat hier een drama vermeden werd. En ja, uiteraard was er ook deze week weer geel voor Wasilewski. Zijn 11e van het seizoen. Koploper van eerste klasse is hij daarmee. Deze keer een kaart voor protest. En omdat hij, zo blijkt uit de herhaling, de bal naar de lijnrechter gooit. Gelukkig voor de Pool met een boogje, anders was dit rood geweest. Het levert wel dit fantastische shot op. Over Anderlecht gesproken, voor de echte voetballiefhebber blijft het zonde dat Hassan zijn laatste weken op de bank moet slijten. Gelukkig speelt hij zelfs daar af en toe mee.
En als de Egyptenaar dan toch de wei in mag, komt hij met de actie van het weekend. Vallen, niet vallen, toch vallen, toch overeind en dan het handelsmerk buitenkant voet. Enig mooi ook in herhaling. En ook al kan hij net niet bij de bal, ook Nicolas Frutos apprecieert deze actie. Hoewel de actie van het weekend, dan denken wij toch ook aan deze kans van Cercle. Heerlijk speldoorzicht van Gombami. Obidia trapte 1-1 op een alweer sterke Steijnen. En Georges Lekes, die is vandaag bij de chiropractor geweest.